College 1. Hindoeïsme in India door Bruno Nagel. Hoofdstuk 1. Inleiding Is Oosterse filosofie wel echt filosofie? Mijn college bestaat uit drie delen en een inleiding. De inleiding die gaat over is Oosterse filosofie wel echt filosofie? Bestaat het eigenlijk wel? Dan komt het eerste deel dat gaat over hindoeïsme. Dat is ook een term in de titel. Wat is hindoeïsme eigenlijk? En daar krijg ik de kans om een heel belangrijke notie in het hindoeïsme, het begrip dharma, aan u uit te leggen. In het tweede deel, en dat is het langste deel, daar zal ik een aantal grondthema's die eigenlijk vanaf het begin van de filosofie van het hindoeïsme aan de orde zijn gekomen, zal ik met u bespreken. En dat gebeurt aan de hand van vijf trefwoorden. Als u ze hoort, ik geef ze nu eventjes, dan zult u denken: "Oh ja, oh ja." Karma, reïncarnatie, bevrijding, zelf of atman en de wat mysterieuze term brahman. Vooral aan dat begrip zelf of atman, dat is een heel origineel iets. Uit de Indiase traditie. En daar zal ik het nodige rond uitweiden. En van daaruit kunt u een heleboel van de andere dingen begrijpen. Het derde punt zijn nog enkele latere ontwikkelingen. in de filosofie van de Vedanta. En als er tijd genoeg is, zal ik ook iets vertellen over een hele mooie tekst, de Bhagavad Gita. Maar nu eerst de inleiding, Oosterse filosofie. Is dat wel? Echt filosofie. Aan die vraag zal ik ook een beschouwing vast kunnen hopen over het vergelijken, over het eigene en het andere. En ik zal enkele voorbeelden uit het Indiaanse denken al u aanreiken, die tegelijk belangrijke thema's zijn die van de orde komen. Is het wel echt filosofie? Al een goede filosofische vraag. Want een belangrijk onderdeel van ons filosofisch bedrijf is vragen stellen bij zaken die mensen als vanzelfsprekend aannemen. En tegenwoordig hanteren veel mensen met groot gemak de uitdrukking Oosterse filosofie. Maar bestaat er wel zoiets als Oosterse filosofie? Kun je het denken van India of van China, kun je dat eigenlijk wel zomaar filosofie noemen? Is filosofie niet een typisch Westerse notie die stamt uit de antieke cultuur en waarvan de betekenis is geëikt in meer dan 2000 jaar Westers denken? Toch zijn Westerse mensen bij hun kennismaking met het denken uit andere culturen, dat geldt ook voor de Afrikaanse culturen en Indiaanse denken, maar we zijn nu vooral met het Oosten bezig, dus van India en China, zijn die Westerse mensen vaak gaan zeggen. Dit noem ik toch wel filosofie. En nu komt er iets belangrijks, want het lijkt op wat wij in het Westen filosofie noemen. En zo komen we aan die uitdrukkingen: Chinese filosofie, Indiase filosofie enzovoorts. Men herkende in dat andere denken vragen die in de Westerse filosofie aan de orde worden gesteld. Zoals u allen misschien wel bekend: de wijsgeer Kant. Maar dan met een variatie vragen: wat is werkelijkheid? Wat is echte kennis? Wat kunnen wij kennen? En hoe moeten wij handelen? Vragen over ethiek, zin en bestemming van het leven. En men zag ook hoe in dat andere denken dergelijke thematieken systematisch en met behulp van argumenten aan de orde werden gesteld. Typisch zaken die ook in de westerse filosofie gebeuren. Dus was het helemaal niet zo gek om te spreken van Indiase filosofie, Chinese filosofie enzovoort. En in onze dagen zien we dan ook dat niet altijd aan de academie, maar toch in brede kring filosofische denkwijzen uit andere culturen in toenemende mate gaan deelnemen aan het internationale filosofische gesprek. Een Engelse filosoof, Michael Oakeshott. Heeft dat filosofische gesprek van de mensheid treffend aangeduid als de conversation of mankind. Het onderlinge gesprek van de hele mensheid. Maar en passant hebben we hier ook een belangrijk punt aangeraakt over hoe dat gaat: dat kennis nemen met het andere denken, het denken uit een andere cultuur. Als we dat proberen te begrijpen. Dan doen we dat altijd vanuit ons eigen perspectief. En daar speelt meestal een vergelijking met wat ons bekend is een rol. Hé, hey, hier zie ik iets wat lijkt op die oude voor-Socratische filosofen. Of dit lijkt op iets wat Plato zegt. Of een manier van denken van Aristoteles. Of bijvoorbeeld Spinoza. Of Heidegger. Of de late Wittgenstein. En wat er dan meestal gebeurt dat je eerst vooral de overeenkomsten ziet. En ik heb dat wel eens gezegd, en sommige filosofen vinden dat niet leuk, maar dat vergelijken, dat begint altijd met een zekere domheid. Je ziet overeenkomsten en denkt, ha, maar als je wat verder erop ingaat, krijg je meer oog voor de verschillen. En onderweg naar een beter verstaan van het andere denken, merk je dat je met aan jou bekende gedachtegangen er niet komt. Zo krijgt het anders zijn van het denken in andere culturen steeds meer relief. Nu is er een in onze landen nog niet zo bekende, maar in Frankrijk heel bekende filosoof en sinoloog, kenner van het Chinese denken, François Julien. Onthoudt u die naam? Iemand die in veel boeken heeft uitgewerkt hoe de kennismaking met het andere denken, met name dan voor hem uit de Chinese traditie. Een nieuw licht kan werpen op ons eigen westerse denken, op de leemtes en eenzijdigheden daarin. Soms zegt hij ook wat er in het westerse denken ongedacht is. Dat andere denken kan ons leren om vergeten plekken in onze eigen denktraditie te herontdekken. We kijken vanuit het vreemde terug naar het eigene en met een nieuwe blik omdat ik met u over het Indiaanse denken zal spreken, met name over het denken in wat wij het hindoeïsme noemen, geef ik drie voorbeelden uit de Indiaanse filosofie. Een eerste voorbeeld, dat is hoe in de Indiaanse traditie de idee van reïncarnatie, dat de mens en ook de dieren vele levens heeft, dat idee is heel gangbaar. En dat speelt ook in de filosofie van India een grote rol. In de tradities van het westerse denken speelde het de idee van reïncarnatie tot aan de kennismaking met de Indiaanse filosofie sporadisch een rol. Sinds het Indiaanse denken en de bijbehorende meditatieve praktijken zoals yoga in het Westen meer ingang hebben gevonden, zijn in onze contraien veel meer mensen zich aan het oriënteren op de vruchtbaarheid van het reïncarnatieperspectief voor hun kijk op het menselijk bestaan. Ik kom er nog op terug. Een ander voorbeeld van via het Indiaanse denken een nieuwe kijk, nieuwe blik krijgen op onze eigen denktraditie. dat heeft betrekking op de idee van God of het Goddelijke of Absolute. In de traditie van het Westerse denken wordt over God, het Goddelijke of Absolute, meestal gedacht als een andere werkelijkheid, iets buiten. Of vaak boven onze gewone werkelijkheid. Maar in India wordt dat goddelijke of een hoogste God eerder gedacht en ook beleefd als in alles aanwezig. Als dragende grond die alles doordringt. Met wat geleerde woorden gezegd in het westerse denken over God, ligt de nadruk op Gods transcendentie. Maar in India ligt een heel sterk accent. Op de immanentie van God en het Goddelijke. En Westerlingen die dat ontdekten, hebben dit vaak beschouwd als een goede kritische kanttekening bij het gangbare Westerse godsbegrip. En ze gingen ook op zoek naar vergelijkbare en vaak hier wat ondergewaardeerde accenten in de Westerse traditie, bijvoorbeeld bij grote denkers als Augustinus, bij een mystieke denker als Meister Eckhart of bij Spinoza. Ook daar kom ik nog op terug. Een derde voorbeeld wat mee kan doen in die blik van buiten naar het eigene. En dat is voor dit college heel belangrijk. Dat is de Indiase notie van het zelf, Atman. In de moderne tijd is in het Westen die idee opgekomen. van de mens als subject. dat via wetenschap en techniek greep heeft op de werkelijkheid. als een wereld van de objecten. Dat moderne subject is in de hedendaagse filosofie langzaamaan behoorlijk gerelativeerd. Het is als het ware verpulverd tot een veelheid van eindige perspectieven en tot de subjectiviteit geworden die functioneert binnen een veelheid van conditioneringen en kaders. Sommige hedendaagse filosofen spreken zelfs van de dood van het subject in een variant. Op Nietzsche's Dood van God. Daartegenover komt het dan bijna als een affront, een belediging, als de Indiaanse notie van het zelf, Atman, binnenkomt in onze horizon. Want dat zelf, dat heeft iets absoluuts, maar op een heel speciale manier: als stille, heldere getuige die in alle bewustzijn aanwezig is. Het licht van het bewustzijn, dat al ons kennen en ervaren draagt. Een licht dat in al onze vormen van kennis en bewustzijn verondersteld is, maar dat zo vanzelfsprekend is dat we het meestal niet opmerken. Een moment van radicale en absolute openheid in ons bewustzijn. Maar ja, zijn we daar nu niet langzamerhand helemaal overheen? En heeft dat Indiaanse zelf ons nog iets te zeggen? Ik hoop dat u na mijn uiteenzetting ziet dat het toch een bepaalde relevantie heeft.